Goeiedag allen. Vandaag een vlog over het werken als ervaringsdeskundige. Even een interview met psychiater Sascha Winters. Interview met een cliënt en een collega ervaringsdeskundige. Sinds 2008 werk ik als ervaringsdeskundige hier in Zeist, daarvoor alleen als psychiatrisch verpleegkundige en waarin ik niet open was over mijn eigen kwetsbaarheid en vanaf 2008 dus eindelijk als ervaringsdeskundige ook begonnen en ik was blij dat ik ook vanaf dat moment open kon zijn over mijn eigen psychische kwetsbaarheid, over mijn depressie, over mijn manische psychose, over mijn somberheid, over mijn achterdocht. En dat werkte goed. Cliënten vonden dat heel prettig, leerden daar ook veel van. En dat is wat ik nu nog steeds doe, ook heel veel psycho-educatie geven. En we wisselen daarin heel veel ervaringen uit. En dat werkt hartstikke goed. Oké, we gaan het zien. Mooi dat je er weer bij bent. Oké, hoi. Goedemorgen Sascha. Hi Ray. Zo, kom binnen. Dank je. Jij had me gevraagd voor de vlog over de ervaringsdeskundigheid en wat dat voor meerwaarde heeft voor de behandeling. Ja. Dus daar heb ik echt heel lang over na moeten denken. Nee, okay. Daar heb ik eigenlijk heel kort over nagedacht. Ja. En kijk, ik zie het echt als een ontzettende meerwaarde, omdat juist mensen zich bij iemand die hetzelfde heeft meegemaakt ook heel erg begrepen kunnen voelen. En dan ook je weer wat hoop kunnen krijgen, hè, vanuit ook om te zien waar de ervaringsdeskundige dan nu is in zijn leven. Ja. En dat het allemaal beter kan gaan. En dat hij ook kan uitleggen van wat hem heeft geholpen en wat de mogelijkheden zijn. En wat echt de behandeling een heel stuk verder kan helpen. Ja. En zeker ook bij mensen die toch weinig ziektebesef hebben of ziekteinzicht. Die kunnen door het spreken met een ervaringsdeskundige dat juist toch een beetje meer krijgen en waardoor ze dan ook veel gemotiveerder kunnen worden voor de behandeling. Oké. Okay. En dus daar ben ik heel blij mee in mijn team. Hartstikke mooi. Ja. Dank je wel. Alsjeblieft. Oké, okay. Hoi. Hoi. Hoi Margreet. Dag Reet. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey, leuk dat je mee wil doen aan deze vlog. Ja, zeker. Ik begeleid jou nu al een aantal maanden als ervaringsdeskundige. Kundige. Klopt, ja. Zou je kunnen zeggen hoe je dat ervaart? Nou, ik ervaar de begeleiding van jou als ervaringsdeskundige eigenlijk als heel erg leerzaam. Ik heb nooit eigenlijk zozeer met een ervaringsdeskundige therapie of training gehad. Ja. En ook de onderwerpen die jij geeft vanuit de reader die jij geschreven hebt. En je bent gewoon een voorbeeld en niks is er eigenlijk raar als ik dingen deel over psychoses, wat het allemaal inhoudt. Ja. Het is doorleefd en ja, ik vind dat heel interessant en het maakt ook dat ik meer nadenk over dingen, maar ook inzicht krijg in hoe bepaalde processen zijn gegaan en dat het eigenlijk helemaal niet zo gek is als je psychose hebt gehad. Nee. Maar daar is heel veel onduidelijkheid over en daarom vind ik het fijn om te sparren en te kunnen vragen wat het eigenlijk inhoudt, hoe je de anderen mee kan laten helpen. Ja. Dat is eigenlijk in een notendop wat ik ervan vind. Oké. Dus je vindt het ook wel prettig om gewoon open al onze ervaringen met elkaar te
delen dan? Absoluut. Ik denk dat er gewoon heel veel schaamte bij kan liggen. Dingen die je gewoon niet zelf al niet snapt in je psychose. Dat je het kan delen en de vinger erop meer op kan leggen van het is niet raar. Het kan iedereen overkomen, weet je wel. En daarom vind ik het gewoon heel prettig om te kunnen praten over die dingen aan de hand van de reader. Ja. En de gesprekken die daaruit voortkomen in de therapie. Ja. Dus je zegt ook iets heel belangrijks van hoe meer ik het deel met jou als ervaringsdeskundige, hoe minder schaamte ik ervaar. Klopt. Ja, want je mag je vragen stellen, je mag je vraagtekens zetten van hoe is het gekomen en gedaan. En dan kan je toch, ondanks een andere achtergrond, want iedere psychose is volgens mij anders, maar komt wel op hetzelfde neer, toch daarover praten en met elkaar daar helderheid en je vragen kunnen stellen. Oké, dan. Mooi. Dat is echt heel prettig. Ja. Leuk dat je dat zo ervaart. Ja. Mooi. Ja, dankjewel. Oké, hoi. Hoi. Goeiedag, Sandra. Hoi. Hey, wat is jouw ervaring met een ervaringsdeskundige? Nou, vind ik echt wel een hele leuke vraag, Ray. Ik denk in 2007 heb ik voor het eerst een ervaringsdeskundige ontmoet op de stemmenpoli van het UMC. Ja. En ik was heel erg onder de indruk van hoe hij die groep leidde. Waarin hij eigen ervaringen deelde en ons uitnodigde om ook wat te delen. Maar het hoefde niet. Ja. Ik vond dat heel prettig, omdat ik daardoor ook heb eigenlijk geleerd van hem om over mijn ervaringen met stembehoren te praten. Ja. En tegelijkertijd was het een enorme inspiratiebron om ook zelf ervaringsdeskundige te worden, om anderen te helpen. Mooi. Ja. En hij is eigenlijk de enige ervaringsdeskundige geweest in mijn hele behandeling zelf. Maar ik ervaar juist heel veel kracht van alle collega-ervaringsdeskundigen die ik inmiddels ken. Ik werk nu zelf 10 jaar als ervaringsdeskundige. Dus ik ben eigenlijk binnen 2 jaar nadat ik hem heb ontmoet ervaringsdeskundige geworden. Okay. En ik kwam hem later ook tegen, want hij heeft ook bij Altrecht gewerkt. En het is altijd een grote bron van inspiratie en acceptatie geweest. Mooi. Een voorbeeld. Ja. Dankjewel. Okay. Hoi. Hoi. Nou, dit was het weer voor vandaag. Leuk dat je erbij was en tot de volgende keer. Hoi.